Hi, ik ben Sander de Wissinier en speciaal voor het NC's winterboek ben ik life coach. Onze familietraditie is om een drankspelletje te doen. Maar mijn nieuwe schoonfamilie drinkt niet. Is het onbeleefd als we toch dat spelletje doen? Wat een vraag! Ja, ik denk dat je je dan voor deze keer gewoon even moet aanpassen. Zeker als je je schoonfamilie nog niet heel lang kent. Dan lijkt het me handig om even dat drankspelletje achterwege te laten. Maar daarna moet je ze wel een beetje opvoeden. Moeten ze wel een drankje drinken, toch? Oh, weer een over drinken. Te gek. Ik drink altijd te veel tijdens spelletjesavonden, omdat ik het zo gezellig vind. Wat kan ik hier aan doen? Daar hoef je helemaal niks aan te doen. Je moet gewoon een lekker borreltje drinken, of wat je dan ook drinkt. Ja, te veel. Ja, is nooit goed, maar je moet jezelf ook af en toe een keer laten gaan. Als je de dag daarna maar niet schuldig voelt.